Dit weekend was World Cleanup Day. Over heel de wereld werd opgeruimd, en dus ook in Rotterdam. Veel bewoners zijn bewapend met prikkers en zakken de straten opgegaan, waaronder in Schiebroek. Ja, zover gaan we. Wij maken de buurt schoon vandaag. Het is World Cleanup Day. En wij lopen sowieso wel af en toe rond met deze dingen, maar vandaag is het extra speciaal. Ja. Ja, want waarom is dat zo belangrijk? Nou, ja, wat ik merk is dat ik me best wel een beetje ergerde aan het zwerfafval. En wat je kan doen is dan een melding maken bij de gemeente en boos blijven. Toen dacht ik, ja, je kan er ook gewoon zelf wat doen. Nou, vandaag is het best wel schoon, maar zoals je ziet hier in deze bosjes, hier speelde, hij speelt daar eigenlijk, maar ze hebben dat dus gewoon volgestort met afval. Wat ik gewoon merk is dat de bosjes als afvalplek wordt gebruikt. Dus mensen lopen langs, smijten dingen op de grond, in de bosjes en niet in de prullenbak. Dus het is best wel slecht gesteld met het zwerfafval hier. Ja. Ben je erin gegaan? Ik wel. Zo. Zo. Ja. Ik ben dood gegaan. Ja. Ik snap dit niet. Nee, ik snap het ook niet. Wat is dit? Wat is dit? Dat is een tas met pis. Deze ook, nee. Ja, doe maar. Ik word er wel een beetje treurig van, maar ik word ook wel een beetje dat ik denk, ja, ik ga dan maar gewoon laten zien dat, ook al is het niet ons vuil, dat we het wel kunnen opruimen. Dit is echt van de zwerver. Dat vind ik ook wel belangrijk, dat je gewoon, niet zeuren, maar het gewoon oppakken. En ik hoop dat andere mensen dat zien en denken, oh ja, oké, dus als ik me erger, dan kan ik ook eventjes een grijper pakken en het zelf eventjes opruimen. Gaat dat lukken, denk ik? Nee, het is denk ik meer een beetje een symbolische functie wat we hier doen. Schiebroek is niet de enige plek waar ze schoonmaken. Ook in Pernis is een groep bij elkaar gekomen om de straten op te ruimen. Deze krijg je mee. Alle blauwe stipjes zijn locaties waar aan het eind van de dag gemeentewerker zakken gaat ophalen. Okay. Dus je hoeft ze niet mee terug te brengen. Ik denk dat voor de mensen die in de stad wonen, dat die het heel erg mee zullen vinden vallen hier in Pernis. Want het is altijd wel wat beter dan in andere gebieden. Maar ik vind dat het zeker slechter aan het worden is de laatste jaren. En denk ik nog wel door corona dat het nog wel wat erger is. Want ik merk zelf ook wel dat ik wat minder snel nog wat rommel meeneem wat er op straat ligt. Dus ja, mensen laten het nog vaker liggen en het gaat niet uit zichzelf weg. Hoor, ik heb daar gaat niemand naartoe. De smalle straat en de Medrolstraat. Eigenlijk is ons plan wel om te proberen deze groep mensen wat vaker te benaderen om dit wat vaker te doen. Alle setjes die we hebben gekregen, we hebben ringen en deze knijpers en handschoenen, krijgen de mensen ook allemaal mee naar huis. Die zijn geschonken door de gemeente Rotterdam. In de hoop dat het normaal wordt om ook eens eventjes een rondje te lopen en wat zwerfvuil op te pikken.